Hallo, welkom in het Rens Museum. Ik ben Raneel Pol en ik ben hier conservator kunst in opleiding dankzij de stichting Beringer Hazewinkel. We zijn hier bij Minerva Meets Leipzig en ja, je kan het al raden, daar kom je kunstenaars tegen uit beide de Academie Minerva in Groningen en de Hochschule für Grafik und Buchkunst uit Leipzig. Nou, die zijn allemaal werken te zien uit de eigen collectie van het Rens Museum. Het Rens Museum verzamelt al 40 jaar figuratieve kunst. Dat wil zeggen kunst waarin je eigenlijk direct iets zal herkennen. Wat niet altijd wil zeggen dat het even realistisch is. Je ziet in deze tentoonstelling enkel kunstenaars die na 1960 zijn geboren. Ook kun je ontdekken dat er tussen de beide academies niet alleen verschillen, maar ook zeker overeenkomsten te vinden zijn. Maar het is natuurlijk veel leuker om dat niet van mij te horen, maar van iemand anders. Namelijk één van de kunstenaars uit de tentoonstelling zelf, Thijs Jansen. Hallo, ik ben Thijs Jansen. En ik heb van 2004 tot 2008 gestudeerd aan de Kunstacademie Minerva in Groningen. En ik vind het hartstikke leuk om twee van mijn schilderijen te laten zien die hier op dit moment in het Rens Museum hangen. In zijn algemeen ben ik erg geïnteresseerd in de weergave van onze driedimensionale zichtbare werkelijkheid op een tweedimensionaal vlak. Dat is natuurlijk iets wat de schilderkunst eigenlijk al vanaf het begin af aan het doen is. Iets wat we kennen, weergeven op een tweedimensionaal vlak met verf. Het is voornamelijk ook die verf en de mogelijkheden die er zijn om met verf eigenlijk van alles en nog wat uit te beelden, dat mij zeer aanspreekt. Ik benader mijn schilderijen ook vaak als een soort kijkdoosje. Ik heb verschillende decors nodig, ik heb attributen nodig om iets weer te geven wat komt uit mijn herinnering, iets wat ik toevallig ergens gezien heb of een bepaalde gedachte die ik graag wil vormgeven. Daarin ben ik volledig vrij en die vrijheid pak ik altijd met beide handen aan. Dit schilderij is bijvoorbeeld geïnspireerd op een televisieshow uit de jaren 90, waarin kandidaten hun net opgebouwde vermogen eigenlijk wel moesten verbrassen aan op dat moment gesponsord materiaal. Hier zie je zo'n prachtige opstelling van objecten. En wat mij er zeer bij aanspreekt is dat je dus eigenlijk een stil leven aan het schilderen bent. Maar waarbij de samenhang tussen de objecten echt totaal zoek is en vrij absurd is. Zo heb je hier een hoge drukreiniger, hier een oude cassettespeler en hier een prachtige tv-videocombinatie. Dat alles is uitgestald in een decor wat, als je alleen het decor zou nemen in dit schilderij, dat je daar gelijk een vrij hard en abstract schilderij aan overhoudt. Ik hou er dan heel erg van om in mijn verfbehandeling dat verschil ook goed te tonen. Zo is deze hoge drukreiniger voorzien van schaduwen en ben ik heel erg bezig met de plasticiteit daarvan. En zie je in de achtergrond dat dit wit overal hetzelfde is en dat het ook dat het perspectief niet meewerkt in de achtergrond. Deze witte banen zijn overal gelijk en de blauwe banen zijn ook overal gelijk. En helemaal links zou je een blauwe baan kunnen verwachten. Wat ik in dit schilderij ook heel goed kan laten zien is mijn liefde voor het decor, de bühne. Het eigenlijk laten zien dat ik het schilderij benader als een soort kijkdoosje. Eigenlijk is het decor net zo belangrijk in dit schilderij als de objecten die je hier ziet. De blauwe baan die hier zou kunnen komen heb ik vervangen voor een ruimtelijkheid die je niet zo snel verwacht als je naar de rest van het schilderij kijkt. We staan hier voor een schilderij van mijn Duitse collega Matthias Weisje. Toen ik in 2007 op de academie zat en nog heel erg aan het zoeken was wie ik eigenlijk als schilder of kunstenaar was en wat voor werk ik eigenlijk zou gaan willen maken, zag ik een tentoonstelling van hem in het gemeentemuseum in Den Haag. Daar was ik zeer getroffen door de manier waarop hij eerst een ruimte echt daadwerkelijk lijkt te tekenen en te schilderen op zijn doek en ze daarna eigenlijk al schilderend de decors, de attributen en dergelijke allemaal toevoegt en zo met weghalen en toevoegen ook heel erg nadrukkelijk van de verf, zo eigenlijk een sfeer en een ruimte creëert. Weisje lijkt in zijn werk op zoek te zijn naar een idee, een sfeer van een tijd die eigenlijk achter ons ligt, iets nostalgisch. Hij is geboren in 1973 en ik kan me toch niet van de indruk onttrekken dat hij zeer veel kijkt naar jaren 60, jaren 70 decors. Iets van een tijd die hij misschien wel, net niet heeft meegemaakt.
In mijn werk ben ik op een soortgelijke manier op zoek naar een soort tijdsgeest van iets waar ik wel vandaan kom, maar hem niet superbewust heb meegemaakt. Ik ben geboren in 1986 en in mijn werkshow zie je een televisieshow uit de jaren 80 en 90. Nou, dankjewel Thijs voor je mooie verhaal en dat je ons mee hebt genomen deze tentoonstelling in Minerva Meets Leipzig.